Ik ben Daan Botlek. Ik ben kunstenaar, voornamelijk bezig met tekeningen. Tijdens en na mijn studie voornamelijk bezig geweest met technische werk. Ook wel conceptueel, maar heel erg gericht wel op beeld, techniek, skills. En op een gegeven moment was ik het heel erg zat aan het worden. Ik wilde ermee breken en dat heb ik heel rigoureus gedaan door echt alles wat met techniek en skills te maken had, naar mijn idee gewoon overboord te gooien. Als onderwerp heb ik mensfiguur genomen, omdat dat, ja, dat het meest elementaire eigenlijk wat je kan gebruiken als onderwerp. Ik heb mezelf heel veel beperkingen opgelegd. Ik heb een soort van spelregels gemaakt. Beeld alleen een mensfiguur gebruikt, zonder gezichten, zonder kleding, zonder voorwerpen, zonder achtergrond, zonder tekst. Omdat het een mensfiguur is, is het ook iets waar je heel makkelijk mee identificeert. Dus het werd al heel snel behoorlijk conceptueel, misschien introspectief, terwijl het niet het uitgangspunt was, maar dat wordt het automatisch wel. En nagelang de schetsen, de ideeën het voortkomen, ben ik er wel verder op doorgegaan natuurlijk. En ja, het is gewoon een groot spel geworden uiteindelijk. Kijken wat ik kon doen met zo min mogelijk of met minimale middelen. En nog steeds speelt het meeste werk van mij zich af in de schetsboeken. Het komt niet zo heel vaak voor dat ik het ergens anders toepas eigenlijk. Voor mijn gevoel is mijn output eigenlijk vrij laag. En hij zit eigenlijk ook heel geconcentreerd. Het is meer een soort van uitbarstingen. Soms zijn er periodes dat ik heel veel schilder. En een paar weken later alleen maar in schetsboeken. Dan ogenschijnlijk helemaal niks, maar ben ik gewoon weer met heel andere dingen bezig. Uiteindelijk zijn heel wat tekeningen overgegaan ook in het maken van patronen. Die patronen zijn uiteindelijk weer doorgegaan in het maken van puzzels. Dus ja, de basis is gewoon papier, de tekening, de schets. Maar de uiteindelijke vorm, ja, dat kan van alles zijn. Ja, nou, ik heb wel af en toe moeite om te zorgen dat het ook op één lijn blijft. Ik heb ook wel uitstapjes naar puur heel grafisch, minimaal werk. En dat vind ik ook leuk om te doen. En ik vind dat ik het ook moet doen om mezelf weer te testen of mezelf te forceren weer op andere manier te denken. Andere manier met materiaal en omgeving bezig te zijn. Maar uiteindelijk kom ik weer terug op dat onderwerp, omdat dat toch de beperking is die ik mezelf heb opgelegd. Ik wil dat beeld heel vrijblijvend is en dat het publiek zelf een verhaal eruit kan opmaken. Ik geef meer een soort van voorzet en mensen kunnen het afmaken. En uiteindelijk komt er dan een beeld dat, ja, het zou van alles kunnen zijn. En ik heb er zelf associaties mee, maar de verhalen die ik dan hoor van andere mensen, wat ze erin zien, dat zijn heel vaak dingen die ik echt zelf niet had kunnen bedenken. Laatst heb ik dus meer opdrachten in publieke ruimte. Dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet zo vaak gedaan eigenlijk, wat je misschien niet zou verwachten. Maar ik heb me een paar keer echt op locaties gedaan waar echt gewoon veel publiek langskomt. En dan voel ik wel iets meer van morele verplichting om ook maatschappelijke dingen aan te kaarten. Pim Palsgraaf, goede vriend van mij, jarenlang goed bevriend, maar compleet ander werk. Dus we hebben eigenlijk nooit iets samen gedaan. Toen zijn we dus naar Leipzig vertrokken om daar gewoon een pand uit te zoeken en daar gewoon een maand te gaan werken. Toen we daar na een week rondgaan, allerlei gebouwen bezoeken, hebben we er uiteindelijk één uitgekozen. Daar zijn we gaan werken. En na een week werken daar kwamen we erachter dat ons beide werk, wat totaal verschillend is, eigenlijk door die setting, door die context van het pand, heel goed bij elkaar past eigenlijk. Ik vind kunstenaarschap gewoon heel mooi als een manier van leven eigenlijk. En in de tweede plaats misschien als beroep, maar in de eerste plaats gewoon van, ja, dit is gewoon een hele mooie manier om mijn tijd te vullen eigenlijk. Om gewoon een heel mooie reden om gewoon dingen te blijven onderzoeken. Ik maak het in wezen voor de foto, voor het internet. Mijn publiek bereik ik daardoor. En ook doordat ik in publieke ruimte uiteindelijk gewoon voor opdrachten dingen maak. Ik heb mijn interactie met het publiek daar. Het is, ja, onderdeel van het spel voor mij.